Oh god, wat hier gebeurd is. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag woensdag, woensdag 13 mei, de dag na mijn verjaardag. Ik kreeg eergisteren kreeg ik al een berichtje van iemand op YouTube dat ze uitkeek naar mijn vlog van vandaag. Omdat ze benieuwd was hoe brak ik vandaag was. En valt op zich wel mee, aangezien ik maar één drankje op heb bij het avondeten. Ik ben alleen wel een beetje gaar, omdat ik gisteren wel best wel veel energie kwijt ben geweest aan de lancering van het interactieve boek, zoals Stuart het zo mooi noemt. Ik vind het heel moeilijk om het een naam te geven, omdat het zoveel is, zeg maar. Ik merk wel dat ik door al die commotie wel wat energie verloren ben, maar het komt goed, want ik ben nog steeds, als nu ik weer mailtjes aan het beantwoorden ben, voel ik de energie wel weer terugkomen en we'll be fine. Oh mijn god, wat hier gebeurd is. Gelukkig net niet. Annemerel die krijgt een inschrijving binnen, maar wel een beetje nog een raar tijdstip, midden in de nacht, echt vet midden in de nacht, 2 uur in de nacht. En er stond: ik wil me graag inschrijven, maar ik ben aangerand. Dus Almere dacht: hé, klopt dit wel? Ja. Is het geen nep-account of iets? Ik dacht, aangerand zou. Ik dacht, ik stuur dat meisje wel een mailtje. Of nee, jij zei: stuur haar een mailtje. Ik ging haar een mailtje sturen. En ik heb het mailtje getypt. En op één denk ik: ik ga nog één keer het bericht goed lezen. En er staat er: ik wil graag beginnersschema 1 doen, want ik heb nog nooit gerend. Niks aangerand. En jij dacht met je slaaphoofd vanmorgen dat er stond: aangerand. Ik heb nog nooit gerend, ik ben aangerand. Het is toch echt totaal iets verschillends. En ik heb ook iets anders doms gedaan. Ik heb gisteren een mailtje naar 2 meiden gestuurd. Met de vraag of het een dubbele inschrijving was, omdat ik de namen op elkaar vond lijken. Er is namelijk maar 1 letter verschil in de namen. Maar blijkbaar waren het gewoon echt 2 verschillende mensen die gewoon een naam hebben met maar 1 letter verschil. Tot zover. Meertje administratie. Meertje. Iets waar ze een bloedhekel aan heeft. Ik denk dat als mensen dit horen, dat ze me nooit aan gaan nemen voor een administratiefunctie. Wat moest ik zonder Tuur? Helemaal niks. Helemaal niks zonder Tuur. Ik ben vandaag nog een heel klein beetje jarig, vind ik. Ik ga er extra van genieten. Het is inmiddels 2:30 en ik zit nog steeds in mijn pyjama achter mijn MacBook. Ik zit helemaal in de wereld van privacyverklaringen, disclaimers en betaalverzoeken. Ik dacht dus dat ik heel makkelijk een betaalverzoek aan kon maken en dat ik die dan naar iedereen zou kunnen mailen in 1 keer. Maar wat blijkt, ik moet alle betaalverzoeken apart aanmaken en dan apart mailen naar iedereen. En ik heb zo'n vermoeden dat dat heel veel werk gaat worden. Maar goed. Het is voor het goede doel. Oké, het is inmiddels 5:00 en ik heb nog geen 500 stappen gezet vandaag. Ik heb alleen maar van daar naar daar. En ik ben helemaal gaar. En nu gaan Tuur en ik yoga doen. Oh. Tuurtje, wat heb je voor mij gekocht? Nee, dit heb ik gekregen van John. Echt? Ja, John is een trouwe volger van jou. Nee, John is jouw atleet. En ik help John met trainingsschema's. Ja. En hij komt gewoon bloemen brengen daarvoor. Dit kaartje is voor ons samen. Oké. Dit is voor ons samen. En hij heeft ook nog een verjaarscadeautje voor jou. Wauw. Maar is John al weg? Ja. Oh, wat een leuk doosje. Oh. Lekker. It's foam fiesta en it's a crackling body mousse. Wat leuk joh. Super leuk.
Oh, ik voel me echt super goed na de yoga. We hebben het nu 4 dagen achter elkaar gedaan. En ik ga de uitdaging aan. Ik ga het 7 dagen achter elkaar doen. En kijken hoe ik me daarna voel. Wil je mee, Tuur? Of durf je er nog geen uitspraak over te doen? Ja, dat durf ik nog. Ik zei eerst een maand. Toen voelde ik hem een beetje twijfelen. Maar goed. Misschien kan ik hem na 7 dagen over de streep halen om het een maand te proberen. Hey Tuur. Ben je lekker aan het koken? Ja. Tuur is risotto aan het maken. En ik stort me op algemene voorwaarden. Ja, hoort er ook bij. Tuur, ik ben onwijs benieuwd wat je ervan gemaakt hebt. En ik weet ook niet waarom er nu appelspriet hier staat. Daar heb ik niet om gevraagd. Nee? Nee. Je bent nog een beetje jarig, toch? Oké, een beetje venkel nog extra. Tuurtje! Ja? Je kan koken! Is het lekker? Dit is vanaf nu mijn favoriete HelloFresh recept. Echt fantastisch. Volgens mij staat hij ook op de website van HelloFresh. Ben je het ermee eens, Tuur, of heb jij nog een andere favoriet? Dat is wel echt bizar, ja. Echt heel lekker. We hebben een oplossing voor Tuur's haar. Yay! Vooral dat kuifje eruit vind ik leuk. Hé, hey, Meertje? Ja, we hebben desserts. Ja. Doen we allebei de helft? Goed. We moeten wel een lepeltje hebben, denk ik. Ja. Tuur, het graag, Tuur. Zeg hè? Ga je die pet ophouden? Ja, de eerste vraag is mijn haar helemaal erg. Toch? Oh, dat plukje is wel raar, ja. De eerste vraag is van Jolanda van der Wal. En zij vraagt wat wij van de noedelsoep vonden. Oeh, oedel noedelsoep. Zo lekker. Echt super lekker. Ja. Alleen, Jolanda vond hem niet voor herhaling vatbaar. En ze heeft niet alles opgegeten. Nee? Nee, maar ja, smaakverschillen denk ik. Die was toch heel zout ook? Ja. Ja, was lekker. En er zat ook wel heel veel gember in. Dus je moet er wel van houden, denk ik. Had wel echt een specifieke smaak. Maar wij vinden dat wel lekker. Ja, ik vond het wel echt lekker, ja. Gember is ook gezond, hè? Je moet gewoon gember kopen. En dan moet je dan een beetje schillen en snijden. En dan in een mok doen. En dan heet water erbij. Zo gezond in deze tijd. Altijd is het gezond, maar in deze tijd extra belangrijk. Dit is er bij mij ook chocoladepoeder. Nee, dit zijn gewoon sproeten. Jij hebt nog een klein beetje zo'n randje van de chocoladepoeder. Richard vraagt wat wij van sportrusten vinden. Oeh, dat is zwaar, dat schema. Ja, het sportrustenschema voor degenen die het niet kennen, dat is een marathonschema. En daarin loop je max 14 kilometer als langste duurloop. En dan denk je misschien, wow, dat is simpel. Maar die 14 kilometer, die loop je dus gewoon echt op marathonhartslag. En dat is gewoon op marathon tempo ook vrijwel, waarschijnlijk. Dus ja. Dat betekent dat je gewoon 14 kilometer best wel aan het knallen bent. En ik liep in mijn voorbereiding op de marathon liep ik gewoon, af en toe liep ik met langs dat ik op marathon tempo achter elkaar heb gelopen, was 4000 meter. En die mensen moeten iedere week, of soms wel een paar keer per week, op marathon tempo lopen. En dan tot 14 kilometer. Ik vind dat nogal wat. Ja. Dus iedereen die zegt dat sportrusten voor luie mensen is, dat is niet waar. Nee, het is wel echt pittig. Ja. En wat vinden we er verder van? Nou, ik vind het gewoon fijn om lange duurlopen te lopen. Ik heb het schema nooit geprobeerd, dus ik zou niet kunnen vertellen of het goed voor je is of dat het werkt. Maar ik denk dat het je wel vertrouwen geeft dat je het tempo aan kan. Ja, dat. Ja. Jij zit mij in de races wat uit. Sorry. Dat je tempo ik aan kan. Oké. Alleen. Krijg je nou een beetje praatjes, Tuur? Alleen weet je. You never run alone, hè? Nee. Je loopt ook geen duurloop van 34 of 35 kilometer. Ja. Het stopt echt bij 14. En dat zou ik echt niet durven. Nee. En dan, ja, er zijn ook Kenianen die 45 lopen in een training. Ja. Maar 14 en niet langer vind ik wel een beetje weinig als je voor een marathon traint. Ja. Maar volgens mij mag je ook wel als je sportrusten doet toch stiekem wel ook een duurloop doen van 30, toch? Ja, iedereen is vrij om te doen wat je wilt. Maar het echte schema heeft het niet.
Andrea zegt dat ze zich gelijk heeft ingeschreven voor Have a Good Summer Run. Alleen, ze heeft zich ingeschreven voor het verkeerde schema en kan ze dit nog veranderen? Nee, dat is onmogelijk. Nee, Andrea, dat kan niet. Tuur. Oh, sorry. Wil even naar annemerel@annemerel.com en dan kan ik het aanpassen. Daarnaast, in week 1 krijg je zowel de schema's voor schema 1, 2 en 3. Dus mocht je dan willen wisselen, dan kun je ook nog meedoen. Je bent ook weer te aardig. Is toch handig? Je kan ook gewoon zeggen tegen die mensen, nee, dat kan niet. Dan moet je opnieuw inschrijven. En opnieuw moet je dan het overmaken. Toch? Nee. Oh. Tessa zegt, ik heb me opgegeven voor schema 3. Ik zag bij de aanmelding dat er niet naar leeftijd gevraagd wordt. Is het ook van belang bij het opstellen van een schema? Ik ben nu 45 en loop bijna 10 jaar hard. Ik merk dat ik in de loop van jaren heb kunnen opbouwen naar een halve marathon in 2 uur en 12 minuten. Supergoed, Tessa. Maar dat mijn 10 kilometer langzamer gaat dan jaren geleden. Eerst deed ik dit makkelijk binnen een uur en nu lukt dat bijna niet meer. Ik hoop heel erg dat er genoeg aanmeldingen komen. Groetjes, Tessa. Er zijn genoeg aanmeldingen. Hebben we dat al gezegd? We hebben er 100. Ja, we hebben nu een club van 100. The Have a Good Run Club. Welkom to the club. En we gaan door. Ja. Want hoe meer chile, hoe meer vrucht. Ja, je leeftijd is dat van belang? Nee, niet echt, denk ik. Misschien als je 90 bent, dat het wel handig is om te weten dat je 90 bent. Want nou, ik denk als je gewoon gezond bent, dan zou je het wel kunnen. Ja. En ja, er is één per schema. Is er één schema, zeg maar. Schema 3 is gewoon één schema. Alleen wij geven je tools om dat schema zelf aan te passen. Zodat het helemaal voor jou geschikt is. Hoe doen we dat? Nou, we geven bijvoorbeeld aan de duurloop geeft een bepaalde afstand voor. Maar je kunt die afstand ook langer maken. En dat geven we dan natuurlijk aan van, nou, als jij traint voor een halve marathon. Of je vindt het fijn om lange duurlopen te lopen. Dan kun je natuurlijk ook de lange duurloop wat langer maken. En dan geven we aan hoe lang je hem dan zou kunnen maken. En als je bijvoorbeeld traint voor een halve marathon. Dan is het natuurlijk anders dan als je traint voor een 5 kilometer. Dus als je een 5 kilometer zou doen, dan zou je bijvoorbeeld eerder kiezen voor, weet ik veel. 5 keer 1000 op 10 kilometer tempo. Maar train je voor een halve marathon, dan zou je misschien eerder gaan voor 8 keer 1000 en dan op halve marathon tempo of 15 kilometer tempo. Zo, toch? Ja, ja. En zo geven we dat dan iedere keer aan bij het schema. Dat je, hoe je het zeg maar kunt maken, zodat het voor jou helemaal top is. Ja, ik denk dat je wel blij gaat worden. Ik hoop het. En Alyssa vraagt, heb je tips hoe ik de 5 kilometer onder de 20 minuten kan lopen? Ik train nu 4 à 5 keer per week. Hele goede tip. Schrijf je in op haveagood.run.com. Ja, ja. Dan geven we je schema en tips en alles. Ja, join the club. Join the club. Zullen we het hierbij houden en homeland kijken en dan gaan slapen? Want Tuur, waarom heb jij in vredesnaam gezegd dat je om 6:00 gaat werken morgenochtend? 6:00 En je wil om 4:15 ook gaan ontbijten met gewoon eieren en brood in plaats van een simpele krentenbol. En ik ben dan al zo gek dat ik zeg, oh, kom wel mee. Maar ik moet het schoolplein verven. En vandaag waaide het te hard voor de verf. En vandaag was woensdagmiddag. En dan, dan kan die... Dus ik dacht, nou, dan kan ik mooi het schoolplein verven. Er zijn geen kinderen. Alleen, er waaide dus... Ik had één tegel geverfd en toen was het al helemaal vol met... Pollen. Pollen, ja. Die bleven allemaal op die verf plakken. Dus, en morgen heb ik gehoord dat morgenochtend wordt het windkracht 2. Dus ik ga om 6:00 verven. Het is inmiddels 9:30 en het is nog licht, maar wij gaan wel lekker slapen. Want morgen gaat de wekker om 4:15. En zoals je ziet zou ik nu ook gewoon kunnen slapen. Want ik ben gewoon moe. Dankjewel voor het kijken en tot morgen bij weer een nieuwe video.